hij wil heel graag los. En het is natuurlijk een hele ongewone situatie nu voor Sepp. En voor alle andere honden, maar ja, hij is niet te houden. Ja, duidt zonde. Ik bedoel, mensen willen ook niet aangelijnd. En honden willen ook spelen. En dat gaat niet aan de lijn. Tinus die moet loslopen omdat hij dan hond kan zijn, kan snuffelen, rennen. Tinus heeft een hobby, zeg maar, echt door de bossen rennen. En als het echt niet kan of echt niet mag in een vogelbroedseizoen, dan doen we dat natuurlijk niet, want ik hou ook van de natuur. Nou, één hond in de natuur maakt helemaal niets uit. Het gaat erom dat we in Nederland 1,5 tot 2 miljoen honden hebben. En als die allemaal in de natuur lopen, ja, dan hebben we echt wel een probleem. Je ziet al deze honden nu aan de lijn zitten, worden onrustig, kunnen de energie niet kwijt. Ja, en als ik met hem aan de lijn loop of losloop, als ik met hem aan de lijn zijn energie kwijt raak, dan ben ik 4,5 uur aan het wandelen. En nu lekker een half uurtje. Kijk, we hebben in Nederland en in heel Europa hebben we Natura 2000 gebieden aangewezen, omdat daar bepaalde planten en dieren voorkomen die we graag voor de toekomst willen behouden. En als je bedenkt dat bodems in Nederland van nature helemaal geen stikstof of fosfor bevatten, dan kun je best wel snappen als er heel veel honden hun behoefte doen, en hun behoefte zitten vol fosfor en stikstof, dat die bodem enorm verrijkt, hè, zoals wij dat noemen, dat er extra stikstof en fosfor in komt. En die planten en dieren die we zo heel graag willen behouden, die kunnen daar helemaal niet mee omgaan. Ja, tegenwoordig is alles een stikstofprobleem, heb ik me laten vertellen. Kijk, honden stammen af van de wolf. Een wolf dat is een roofdier. En heel veel dieren, vogels, kleine zoogdieren, eekhoorns, egels, muizen, kleine matrachtigen, ja, die weten het verschil echt niet tussen een gevaarlijk wolf of vos of een tamme hond. Dus die worden er bang van, die raken verstoord. En ja, dat is natuurlijk ook een negatief effect op die soorten. En we hadden juist het natuurgebied ingericht of aangewezen, zodat die soorten daar op hun gemak zouden kunnen leven. Het kan natuurlijk absoluut zo zijn dat een hond een keer de bosjes eventjes ingaat en per ongeluk op een rugzakpad stapt, zou ik maar zeggen. Maar dat is zo minimaal, dat effect. Eekhoorns hebben we hier trouwens nog geen eens. Dus wat dat betreft denk ik dat de honden hier heel weinig schade toebrengen aan de natuur. Maar ik denk dat het goed is als je met je hond naar het natuurgebied gaat, dat je hem eerst fatsoenlijk uitlaat. Dan is hij namelijk al een deel van zijn behoefte is hij gewoon kwijt. Brengt hij ook minder naar de natuur toe. Ik zou zeggen, ik ben zelf wel voor aanlijnen. Maar zorg in ieder geval dat je hond altijd onder de pijl staat. Dat hij in de buurt komt. Zie hem achter een konijn aan hollen of iets dergelijks. Verbied het gelijk. Ja, we zijn tenslotte wel met z'n allen te gast in dat natuurgebied. U heeft zelf ook honden, dus u weet hoe het werkt. Ja, ik weet precies hoe het werkt. Ik heb ook een hond. Dus nogmaals, het is een beetje een kwestie van goed fatsoen op je hond letten en op wat hij achterlaat.